Welkom bij Provincie Journaal. We kijken terug op de belangrijke zaken van afgelopen week en blikken vooruit op volgende week. Het collectiecentrum werd deze week in gebruik genomen. Hier worden de collecties van verschillende Friese musea opgeslagen. Gedeputeerde Sietske Poepjes opende donderdag het nieuwe depot in Leeuwarden. Heeft u leuke ideeën voor de opwaardering van uw wijk, dorp of regio? Het Iepen Mienskipsfonds is weer open. Donderdag is het aquaduct in de Drachtseweg voor het eerst bevaren. Een groepje omwonenden maakte samen met de gedeputeerden een tochtje over het water. Een mijlpaal voor de scheepvaart, die de laatste tijd een stuk om moest varen. Wat doen we met de krimpgebieden in Friesland? Dat wordt 2 juni besproken op de landelijke conferentie Bevolkingsdaling in Heerenveen. En iedereen is welkom. Aanmelden kan vanaf nu. Ben je jong, snel en wil je werken bij de provincie? Vanaf aanstaande dinsdag kun je solliciteren als trainee. Kijk op de site voor meer info of kom donderdagavond 19 mei naar het Trainee Café in het provinciehuis. Dit was het voor deze week. Tot volgende week.